Ik ga nu een inleiding geven op de eigenlijke zomerschool. Ik heb dat dus getiteld, de nood aan kritisch denken in het onderwijs. De kern van de zaak misschien is gewoon de simpele vaststelling dat mensen, daar kunnen we moeilijk aan onderuit, toch historisch, maar tot op de dag van vandaag, antropologisch, noem maar op, wereldwijd, er lijkt geen cultuur te zijn die daar een uitzondering op is, toch blijk geven van een bijzondere grote vorm van lichtgelovigheid. Of van kwetsbaarheid voor irrationalisme, als ik dat zo beleefd en voorzichtig mag uitdrukken. Misschien eerst even een vraagje tussendoor. Hoort iedereen mij? Staat die micro luid genoeg ook achteraan? Ja, oké. Dat is natuurlijk iets wat in alle tijden al opgemerkt is. Dus dat op zich is interessant, dat we wel in staat zijn om dat op te merken. Zie je? Maar we merken het natuurlijk vooral op bij de ander. De kunstenaar William Hogarth, 18e eeuw, vind ik een boeiende prent. Credulity, superstition and fanaticism. Hij steekt de draak, zullen we maar zeggen. Of hij kijkt er met een iets wat mild oog naar, hoe je het wilt benoemen, naar een aantal van de bijgeloven en rare opvattingen uit zijn tijd. Ik weet niet of u het goed ziet, maar hier is een vrouw konijnen aan het baren. Daar werd over geschreven in die tijd. Hè. Dus die dame was bekend als de konijnenbarster. Er is hier een man die spijkers uitbraakt. Er wordt over heksen en de duivel nog gepreekt enzovoort. Dus en hij noemt dat lichtgelovigheid, bijgeloof, fanatisme. Dat is 18e eeuw. Nu, ik denk, moesten wij aan meneer Hogarth, de kunstenaar, hebben gevraagd of kunnen vragen, zouden de mensen in de 21e eeuw nog altijd zo lichtgelovig zijn en zo naïef zijn? Dan denk ik dat hij zou gezegd hebben, nee. Hij is een man van de verlichting, we gaan er toch op vooruit, wetenschap, onderwijs, noem maar op. Toch moeten we vaststellen dat in onze tijd, dit is mijn kunstwerkje, de vormen van bijgeloof en irrationalisme en pseudowetenschap, dat tiert nog altijd evenwelig. Dus moeilijke vraag of er dan wel sprake is van vooruitgang of niet, ik durf dat niet zomaar zeggen. Maar mensen geloven nu, vandaag de dag, in, ik zeg maar wat, allerlei complottheorieën, 9-11... zou door de overheid zelf op touw gezet zijn. Daar hebben we morgen een voordracht over. Mensen geloven in spoken, in allerlei bizarre vormen van alternatieve geneeswijzen, in UFO's, in de verschrikkelijke sneeuwman, in gebedsgenezing, in astrologie. Creationisme is nog altijd volop aanwezig. Dit is de Ark van Noah die nagebouwd is. Enfin, enzovoort, ik kan dat hier allemaal niet uitleggen. U weet, ik zou zo tientallen van die dia's kunnen maken met tientallen van die voorbeelden. Ja. Interessant is ook dat misschien sommigen onder jullie reeds denken, akkoord met die 35 voorbeelden die je eerst gaf, maar het 36e, dat is toch iets helemaal anders. Ja. Nu, dat kan niet juist zijn, hè, omdat als je dezelfde logica toepast op de eerste 35, moet het ook opgaan voor de volgende. Maar ja, mensen schieten wakker als hun persoonlijk bijgeloof ter sprake komt. Hè. Dus dat is iets op zich, ja, waar we alert moeten zijn voor zijn, denk ik. Nu, wat het, dus ik denk dat dat voor volwassenen geldt, voor ons, maar voor leerlingen misschien a fortiori. Hoewel, dat is zo'n iets waar ik nog niet helemaal aan uit ben, omdat misschien zijn jongeren meer vatbaar voor de kritische analyse van hun eigen opvattingen. We zijn allemaal wel afgeraakt van iets waarvan we nu weten, ja, dit klopte absoluut niet, maar op mijn 17e of zo, was ik daardoor enorm gefascineerd en geloofde ik erin enzovoort. Het is misschien voor jongeren makkelijker in die zin dan voor volwassenen. Als u nu, voor u persoonlijk, als u nu een of ander bijgeloof hebt, u gelooft misschien in een of andere vorm van alternatieve geneeswijze of zo, dan is het zeer moeilijk om u daarvan af te helpen. Dat leert ook de ervaring. Nu in het onderwijs, sommigen zeggen dan, ja maar kritisch denken, wat het ook is, dat zit eigenlijk gewoon in elk opleidingsonderdeel. Ik doseer fysica, maar dat zit daar ingebakken. Ik doseer geschiedenis, dat zit daarin ingebakken enzovoort. Ik denk eigenlijk niet dat dat klopt. Niet dat ik wil pleiten voor een apart vak. Dat is ook weer een lastige discussie en daar kunnen we misschien later nog over praten. Maar ik denk dat het onderwijs toch nog veel te veel gericht is op het overbrengen van feitelijke kennis van de resultaten. Je leert iets over de dynamica van Newton in de fysica, maar je leert niet hoe hij daartoe gekomen is. Je leert niet de geschiedenis daarvan. Je leert misschien ook niet dat Newton, dat de helft van zijn werk over alchemie en bijbelstudie en allerlei zaken ging die duidelijk doodlopende sporen waren. Dat is op zich heel interessant. Hè? Heel dat verhaal ontbreekt over het algemeen in het onderwijs.
Dus ik denk dat te weinig toch de klemtoon wordt gelegd op de hele methodiek, van je zou kunnen zeggen, op wat er in de keuken gebeurt. We focussen te veel op wat er op het bord komt en veel te weinig wat er in de keuken zelf gebeurt. En ik denk wat er in de keuken gebeurt is eigenlijk de essentie natuurlijk. Dat is waar kritisch denken toch over gaat. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat je kennis hebt van de mogelijkheden om zin van onzin te onderscheiden. Om te kunnen inschatten wat betrouwbaar en minder betrouwbaar is. Om inzicht te krijgen in onze eigen psychologie die ons richting irrationalisme drijft. En onder irrationalisme begrijp ik opvattingen die vanuit wetenschappelijk oogpunt quasi onmogelijk vol te houden zijn. Inzicht dus in de wetenschappelijke methodes. Inzicht in wat evidence-based knowledge betekent. Dus dat je informatie hebt die, waar je bewijzen en goede argumenten voor kunt geven. Dat is iets helemaal anders dan bijvoorbeeld een persoonlijke anekdote of een persoonlijke overtuiging. Dat is lang niet altijd duidelijk voor iedereen. Inzicht in hoe misvattingen zich verspreiden, hoe ze ontstaan. Wat drogredenen zijn, wat pseudowetenschap is, hoe demagogie werkt. Hoe propaganda ook werkt enzovoort. In het algemeen eigenlijk inzicht in hoe wij in wat ik noem cognitieve valkuilen terecht komen. Dus hoe wij in een denkput vallen zonder dat te beseffen. En er zijn dan mensen die u daar willen uithalen. Maar de psychologie van de mens zit zo in elkaar dat in plaats van dankbaar te zijn voor de goede argumenten en uit de put te kruipen, doe je je uiterst best om die persoon er zelf ook in te trekken. Je tracht hem of haar te overtuigen dat hij of zij fout is. En soms lukt dat nog ook. En zo verspreiden foute opvattingen zich. U begrijpt dus ook, de essentie is hier niet, ik denk dat dat in het onderwijs, die verleiding is misschien groot om dat onderscheid te maken. De essentie is hier eigenlijk niet verstandig tegenover minder verstandig of goed geïnformeerd tegenover slecht geïnformeerd. Ik denk dat het fout is als wij denken, je moet gewoon de mensen, de leerling, betere informatie geven en dan komt dat wel vanzelf. Dat werkt niet. Ja. Bijvoorbeeld pseudowetenschappers zoals in het creationisme of bij astrologie of noem maar op, die mensen kennen vaak vrij goed, beter dan de meeste mensen gemiddeld, de wetenschappelijke inzichten. Zij kennen dat. Het is niet zo dat ze daar nog nooit van hebben gehoord. Een van mijn favoriete voorbeelden, er is een organisatie die heet de Flat Earth Society. En dat is wel degelijk wat de naam zegt, dat zijn mensen die denken dat de aarde plat is en die menen dat. We hebben enkele honderden leden nu, vroeger hadden ze wel wat meer, maar bon. Dus moest u nu denken, ja, die mensen zijn gewoon slecht geïnformeerd, ik zal het dan eens gaan uitleggen, dat zou pas zeer naïef zijn. Ze hebben gehoord van de ronde aardetheorie. Zie je? Zij kennen alle argumenten, ja. U mag daar zeggen wat u wil, de kans is niet zo groot dat u die mensen na een uur of twee zal overtuigen. Dat ze zeggen, ja, stom van ons dat we daar niet aan gedacht hebben. Bedankt dat u het even bent komen uitleggen, we doeken onze vereniging op. Zo werkt dat dus niet. Nee, u gaat met die mensen in discussie, je hebt dat zelf al ervaren. Misschien niet met platte aarde believers, maar met, ja, er zijn honderden voorbeelden. En dan denkt u, ik leg dat hier even uit, en dan gaat dat wel beter. Dat is frustrerend, want dat werkt niet zo. Integendeel, er zijn dan altijd mensen die op de duur zeggen, ja, ik weet het ook niet meer, geef mij maar een lidkaart van uw club of zo, want ja, ik raak er zelf niet aan uit. Hè. Dus het is niet dat onderscheid hier in essentie dat van belang is. Misschien zelfs in tegendeel, u weet, slimme mensen zijn beter in staat om op een slimme manier foute opvattingen te verdedigen. Hè. Dus je bent in zekere zin extra kwetsbaar als je intelligent bent. Dat is iets wat u misschien al in de praktijk hebt ervaren. Het zijn soms de beste leerlingen die de meest foute opvattingen hebben. Maar die ze voor zichzelf en naar anderen toe het sterkst kunnen verdedigen. Hè. Dus hogeropgeleiden zijn dus absoluut niet immuun voor irrationalisme. Het is eerder zo, ze geloven gewoon in meer gesofisticeerde vormen van onzin. Dat weten wij uit onderzoek. Ja. Hogeropgeleiden geloven bijvoorbeeld in ingewikkelde complottheorieën. Ja. Terwijl minder hoogopgeleide mensen geloven in wat de boekjes vertellen. Hè. Als ik het zo mag samenvatten. Maar denk dus niet dat u meer beschermd bent door uw hogere opleiding. Hè. Dat is dus ook niet zo. Bon. Het is niet evident om uit te leggen wat kritisch denken is. Ik denk dat we daar eerder de komende van vandaag en morgen eerder een algemene flair zo moeten van opdoen met verschillende vuistregels enzovoort, dat wel. Maar je kunt dat niet zomaar in een definitie gieten, denk ik. Je kunt misschien wel uitleggen wat het zeker niet is. Dus je kunt het van verschillende manieren benaderen en ik ga dat ook even proberen te doen. Proberen uitleggen wat het zeker niet is. Ook uitleggen dus dat er allerlei foute opvattingen over zijn.
Er zijn bijvoorbeeld mensen, je vindt dat vaak in de journalistiek bijvoorbeeld, die denken, ja, kritisch denken, goed in dat ik alle klokken moet laten luiden. Als ik de ene antwoord laat, moet ik tot de andere ook antwoord laten. Dat is fair, dat is democratisch, dan hoor ik beide geluiden enzovoort. Dat kan niet juist zijn. Als je daar een beetje over nadenkt, is dat eigenlijk dan ook weer makkelijk in te zien. Als er een nieuwe, ik zeg maar wat, doorbraak in de evolutiebiologie is, en je rapporteert daarover als wetenschapsjournalist, of in het onderwijs, u legt dat uit, dan moet u niet denken, ah, en nu moet ik fair zijn, ik haal er ook even een creationist bij. Zo kan het niet werken. Toch is dat een reflex die veel mensen lijken te hebben. Als u een historicus bent en u doseert over de Holocaust of de Shoah, dan gaat u ook niet even uitleggen, kijk, de helft van de tijd over de Holocaust, maar de andere helft van de tijd, vanuit het oogpunt van fairness en kritisch denken, ga ik ook het negationisme bespreken. Hè. En dan moeten jullie maar jullie plan trekken wat je ermee doet. Dat is niet wat kritisch denken inhoudt, denk ik. Hè. Ook interessant is om vast te stellen dat iedereen pro-kritisch denken lijkt te zijn. Er komt geen mensen tegen die zeggen, ik ben daar tegen. Of ik ben voor onkritisch denken. Dus de opvattingen erover lopen blijkbaar erg ver uit elkaar. Er is bijvoorbeeld een college, zo'n hogeschool in de Verenigde Staten, en die hebben een motto. Think critically and biblically. Ja, hier kan, ergens klopt hier iets niet, nietwaar. Denk aan ja, creationisten, negationisten, complottheoretici enzovoort. De meeste van die mensen, eigenlijk allemaal denk ik, vinden van zichzelf dat zij buitengewoon kritisch zijn. Ze vinden al de anderen onkritisch. Als je dus het zogezegde officiële verhaal accepteert, dan ben je naïef, lichtgelovig. Want de echte kritische denker, die weet wat er echt gebeurd is en wie er echt aan de touwtjes trekt enzovoort. U kent de argumentatie. Ja. Dus dat is heel interessant om op te merken dat die mensen van zichzelf denken, wij zijn de echte kritische denkers. De creationisten zijn zodanig kritisch dat ze zelfs vinden dat ongeveer de hele wetenschap, of natuurwetenschap in elk geval, biologie, geologie enzovoort, totaal fout is. Dat is extreem kritisch natuurlijk. Maar toch is daar ergens iets fout gelopen in wat zij verstaan onder kritisch denken. Nog zo'n voorbeeldje over creationisme. Een school board ergens in Georgia heeft dit in biologie handboeken laten kleven. Dat is dus een sticker. This textbook contains material on evolution. Evolution is a theory, not a fact regarding the origin of living things. This material should be approached with an open mind, studied carefully and critically considered. Dat klinkt misschien niet slecht, maar toch is dat zeer doortrapt, moet ik in feite zeggen. Want die mensen die sticker daarin kleven, dat zijn creationisten. Hè? Dus die het boek Genesis zeer letterlijk nemen, deze groep in elk geval. Maar toch pleiten ze ervoor om wetenschappelijke informatie die in dat handboek staat, kritisch te evalueren. Alsof die wetenschappelijke informatie niet sowieso tot stand is gekomen door kritische evaluatie en automatisch altijd weer herzien kan worden. In werkelijkheid zit hier een zeer dogmatische redenering achter. Hè? Maar je moet al een beetje doordenken om dat te zien, denk ik. Dus, zoals ik zei, het kan geen kwaad om even u af te vragen wat kritisch denken dus zeker niet kan zijn. Hè? Toch omdat iedereen lijkt het wel te claimen. En ik heb hier op een rijtje toch een paar dingen in vogelvlucht. Wie beroep doet op status, autoriteit, titel, maatschappelijke positie enzovoort, dat kan niet vereenzelvigd worden met kritisch denken. U ziet hier de baas staan en die zegt dus tegen iemand, het scheelt een hoop tijd als van begin af aan duidelijk is wie een eventueel meningsverschil gaat winnen. Bon. In het onderwijs, denk ik, moet dat natuurlijk ook gelden. Hoewel de verleiding groot is om daar ja, een gezagsargument te gaan opbouwen enzovoort. Maar leerlingen, denk ik, kunnen dat doorhebben. Hè. Intimidatie, navolging eisen, het zijn allemaal zaken die heel vaak voorkomen. Hè. Een onderwijzer of een leerkracht die zegt, I expect you all to be independent, innovative, critical thinkers who will do exactly as I say. Vooraf vastgelegd denken, dat is zelfs een probleem potentieel aan de universiteit ook. Dus iemand die aan een wetenschapper een grant geeft, dus een som onderzoeksgeld, you are completely free to carry out whatever research you want, so long as you can come to these conclusions. Dat is allemaal een beetje karikaturaal, maar toch, u snapt het punt. Hè? Beroep doen op het bovennatuurlijke voor verklaringen. Dit is een beroemde cartoon waarbij dus de ene ja, wiskundige of wetenschapper tegen zijn collega zegt, hier staat Dan a miracle occurs, en die zegt, I think you should be more explicit here in step 2. Het punt is ook duidelijk, denk ik. Het waarschijnlijke van het minder waarschijnlijke niet onderscheiden of niet kunnen onderscheiden, daar heb ik al op gewezen.
Deze cartoon vergt misschien een klein beetje uitleg. U ziet hier een soort karikatuur van George Bush, die dus op een ooievaar met een babytje wijst en zegt, and according to another theory of human reproduction, kunnen we dus begrijpen dat voortplanting zo en zo werkt, is de implicatie. Dit is een parodie op de argumenten van de creationisten of intelligent designers onder de regering Bush, die dus beweerden, kijk, evolutietheorie krijgt haar kans in het onderwijs, maar wij moeten dus ook onze kans krijgen vanuit het argument dus van faire discussie en let the kids decide enzovoort. Hè. U begrijpt dus het fouten van de argumentatie, omdat ja, je kunt dat op zeer veel zaken toepassen. Het is ook ja, volop geridiculiseerd met cartoons. Ik had er zo 20 kunnen tonen, makkelijk bijvoorbeeld in de les fysica. Iemand die over gravitatie spreekt, maar dan ook les geeft over de theorie van intelligent falling enzovoort. Enfin, u snapt de redenering. Hè. Dus daar kun je alle kanten mee uit. Geweld of bedreiging in plaats van argumentatie, dat kan ook niet zijn wat kritisch denken is. Deze dames hier dragen spandoeken, we will kill Salman Rushdie. Je kunt moeilijk zeggen dat dat een vorm is van kritisch denken. Dat soort argumentatie tussen aanhalingstekens. Drogredenen, misdaden tegen de logica, wat ik nu maar noem. Dit is zo'n soort billboard. Attention, lunatic atheist and their lawyers. Anti-God is anti-American. Anti-American is treason, traitors lead to civil war. Ja, we gaan het niet analyseren wat er precies allemaal fout aan is, maar ergens is er toch iets fout gelopen, denk ik, in de redenering. Alleen maar op intuïtie vertrouwen kan ook niet vereenzelvigd worden met kritisch denken, denk ik. Dat is ook iets wat heel vaak opduikt, dus mensen die zeer diep van iets overtuigd zijn en zich dan gerechtvaardigd vinden om op basis daarvan een conclusie te trekken of tot handelen over te gaan. We zullen morgen over voeding en biotechnologie bijvoorbeeld spreken. Ook in bioethische kwesties duikt dat zeer vaak op. Mensen die diepe intuïties hebben. Maar ook bijvoorbeeld mensen die ageren tegen, ik zeg maar wat, het homohuwelijk. Dus ook vaak vanuit een zeer diepe intuïtie. En die intuïtie overtuigt hen dan van de helderheid van hun overtuiging. Openbaring. Er zijn talloze openbaringen, vaak is daar een engel als tussenpersoon en zo. Ja, ook moeilijk natuurlijk om dat met kritisch denken te vereenzelvigen. Traditie, zoals hier staat, ja, het is niet omdat je al heel lang iets doet, dat het niet ongelooflijk stomzinnig kan zijn. Ja, men verwijst vaak naar, oh, maar in China kennen ze dat al duizenden jaren en zo, die of die geneeswijze, ja. Het kan zijn dat al duizenden jaren mensen daar vervroegd aan sterven hè, in China. Dus ook traditie dus kan niet tellen als we over kritisch denken praten. Het gaat zelfs verder. Mensen hebben blijkbaar de psychologische neiging om informatie te aanvaarden net omdat er geen goede argumenten voor zijn. Dat is een heel bizarre karakteristiek in feite van de menselijke psychologie. Mijn favoriete voorbeeld is natuurlijk Jezus die de ongelovige Thomas een reprimande geeft. U kent het hele verhaal, neem ik aan. En die dus aan Thomas op het einde van zijn reprimande zegt, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij, of zalig zijn zij, die niet zien en toch geloven. Wat u ook over Jezus mag denken, dit was niet zijn beste moment hier. Hè? Ja, als u Jezus had moeten zeggen, proficiat Thomas, u was tenminste de enige die een beetje kritisch was en het niet meteen geloofde enzovoort. Maar hij vraagt hier dus letterlijk om zeer extreme dingen, een dode die weer leeft, toch tamelijk een extreme bewering, om dat te geloven zonder een spatje bewijs. Dus dit is ook niet wat kritisch denken is. Ja? Maar goed, je vindt veel van die uitspraken natuurlijk in religieuze tradities. Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht, vindt u in het Oude Testament bijvoorbeeld. Waar dat toe kan leiden, vind je opnieuw, het is een beetje mijn stokpaardje, in het creationisme, waar bijvoorbeeld deze meneer Kurt Weiss, een man met een PhD, dus de volgende uitspraak doet. Feit komt erop neer, kijk, er zijn wetenschappelijke redenen om creationist te zijn, om in een jonge aarde, dus 6.000, 7.000 jaar oud, he, dat is werkelijk extreem irrationeel, om dat te geloven, schrijft hij of zegt hij. Maar, zegt hij, zelfs al zou alle bewijs van het hele universum daar tegenin gaan, dan zou ik nog altijd een creationist zijn. Because that is what the word of God seems to indicate. Here I must stand. Ja, u begrijpt, daar houdt alle vorm van
heldere communicatie of argumentatie natuurlijk op. Als zo iemand beweert, ja, wat u ook mag zeggen, hoe sterk uw bewijs ook mag zijn, dit is wat ik geloof, daar sta ik voor. End of story. Ja. Dus netjes, als dat gaat over geloven dat de aarde minder dan 6000 jaar oud is, ja goed, tot daar aan toe. Maar als mensen ooit geloven, ja, het staat geschreven dat ik u het hoofd moet afhakken. En ja, wat, mocht je een braaf mens zijn, mocht je een goede mens zijn, gelijk wat. Maar here I must stand. Ja, dan hebben we natuurlijk een serieus probleem toch. Hè? Bon, kritisch denken, het is misschien verwonderlijk. Het is eigenlijk pas sinds een jaar of 20 dat echt een focus is geworden van academisch onderzoek. Dat zit natuurlijk wel daarvoor al verspreid in een beetje psychologie, een beetje filosofie. Aristoteles onderzocht al argumentatie en logica enzovoort. Maar het is eigenlijk maar een discipline geworden, vrij recent. Ik heb hier een aantal zaken op een rijtje gezet, wat daar allemaal in zit. Maar ik moet natuurlijk ook mijn eigen tijd in de hand houden. Ik heb geen om 11 uur, hè? Ja, oké. Ik kan dat dus niet allemaal in het lange en breed bespreken natuurlijk, maar daar zit onder meer dus in natuurlijk, ja, het onderzoek naar niet-dogmatisch denken, open-mindedness. Voor elk van die punten kunnen we een lange boom opzetten. Want dat klinkt misschien zeer redelijk, be open-minded. Maar ja, hoe open-minded moet je zijn? Ja. Moet je openstaan voor complottheorieën? Moet je openstaan voor vormen van pseudowetenschappen en zo? Ja, dus... Er is een grens aan de zin van open-mindedness natuurlijk. Hè. De studie van alternatieve gezichtspunten. Ja, uiteraard, maar ook hier weer. Hoe ver ga je daarin? Je kunt voor allerlei zaken 1001 alternatieve gezichtspunten vinden, hè, als u een beetje zoekt. De bereidheid natuurlijk om uw eigen opvattingen op te geven. Maar wanneer? Er moet er zeker threshold zijn waar je over gaat. Het is niet omdat ik zeg, u bent helemaal fout. Het is eigenlijk zo dat ja, oké. Ik kan onmiddellijk van opinie veranderen. Dat zou natuurlijk ook dwaas zijn. Dus ziet u, elk van die dingen vergt op zich een diepe studie. De analyse van uw eigen uitgangspunten, de psychologische analyse, of de analyse van uw psychologische perceptie en manier van waarnemen, daar heb ik meteen nog wat meer over te zeggen. Inzicht, dat vind ik een hele belangrijke, in datgene wat zou aantonen dat uw eigen opvattingen fout zijn. Dat is iets wat ik aan leerlingen zou proberen zo duidelijk mogelijk te maken, of aan studenten. Dat men zich moet afvragen wat de condities moeten zijn waarop u eigenlijk niet anders kan dan van mening te veranderen. Ziet u? Dus u zou moeten kunnen in staat zijn om te zeggen, kijk, ik denk dat de zaken zo of zo in elkaar zitten, maar als jij mij dit of dat kan aantonen, dan moet ik van mening veranderen. Dat is niet zo eenvoudig. Ja. Men vroeg dat ooit aan Halding, grote evolutiebioloog van de eerste helft 20e eeuw, die zei, ja... Wat zou u uw mening doen veranderen over de realiteit van evolutie, zoals wij dat nu kennen? En dan zei onmiddellijk, out of the blue, fossiele konijnen in het Cambrium. En als u een beetje doordenkt, snapt u zijn redenering. Op zich, dat zou nog niet willen zeggen dat evolutie niet bestaat. Maar het zou in elk geval willen zeggen dat ons beeld van evolutie natuurlijk radicaal fout is, want je kunt in het Cambrium nog geen fossiele konijnen vinden. Tenzij iemand die daar verstopt heeft. Dat moet dan ook uw reflex zijn. Het is misschien een hoax, een grap. Men wil er mij inluisteren, enzovoort. Maar dus, elk voor zich moet eigenlijk dat soort oefening kunnen doen. Als dit of dat zus of zo in elkaar zit, dan moet ik mijn mening herzien. De feiten wijzen ook aan dat dat extreem moeilijk is. Dat dus ook wetenschappers vanaf een bepaalde leeftijd dat bijna niet meer kunnen. En dus een cynicus heeft dan eens opgemerkt, ja... Er is wetenschappelijke vooruitgang van begrafenis naar begrafenis. Zo, hè. Je moet dus eerst de dominante mensen moeten uit de weg zijn en dan pas kunnen de jongeren een nieuwe opinie doordrukken. Dat is misschien een beetje te scherp uitgedrukt, maar er zit daar ook wel iets in. Ja, dus erkennen van het probleem dat uw eigen wereldbeeld, uw eigen opvattingen een hinderpaal kunnen zijn. Dat is blijkbaar voor mensen zeer moeilijk. Dus moet je natuurlijk ook weten hoe u een wereldbeeld vormt. Daar zit wishful thinking in. U heeft vooroordelen. U heeft valse voorstellingen. Uw geheugen is behoorlijk onbetrouwbaar. U filtert uw informatie. U doet aan rationalisatie achteraf. U doet aan zelfbedrog. U bent kwetsbaar voor groepsdenken. Noem maar op. Dus er is veel dat het kritische denken tegenwerkt. Dat zal vandaag en morgen ook wel aan bod komen.
En zoals ik al zei, verstandige mensen zijn zeer goed in het rationaliseren, dus het op een verstandige manier verdedigen van overtuigingen die ze omwille van zeer onverstandige redenen hebben ontwikkeld. Nou, daar zijn wij dus zeer kwetsbaar voor. Sterker, we zijn zelfs bijzonder bedreven in het ontwikkelen van immunisatiestrategieën. Dus methodes om u te beschermen tegen kritieken die u zouden dwingen om uw opvatting te herzien. Wij doen dat niet graag. Het is bizar, maar we doen liever aan het bedenken. We bedenken liever argumenten om een foute opvatting te verdedigen dan om die foute opvatting op te geven en te vervangen door iets beter. Ik denk dat we nog niet helemaal goed weten hoe dat zo komt. Dat is iets heel merkwaardig toch. Iets essentieel, denk ik, is dat kritisch denken, dat is een rode draad door heel het hele verhaal, denk ik, psychologisch gesproken, in zekere zin onnatuurlijk is. Het is niet iets wat vanzelf komt. Het moet u echt aangeleerd worden. Het is een beetje Kijk, denken komt vanzelf. Een kind begint te denken, hè, spontaan. Als alles goed mentaal verloopt. En volwassenen uiteraard ook. Het is een beetje als spreken. Je leert spontaan, als je een peuter bent, je leert praten. Maar schrijven is al iets wat je echt wel moet aanleren. Dat gaat niet vanzelf. Laat staan taalwetenschap, zinsontleding enzovoort. Dat moet u echt leren. De meeste mensen zijn daar ook niet in geïnteresseerd. Ze kunnen prima praten en ze zijn echt niet geïnteresseerd in wat een gezegde of een leidend voorwerp is. Ja. Dat is met denken ook zo. Mensen denken, maar ze doen niet aan meta-analyse van de manier waarop denken verloopt. Dus kritisch denken is in zekere zin onnatuurlijk. En dat moet echt aangeleerd worden vooraleer dat een soort normale, spontane manier van denken wordt. Terwijl intuïties daarentegen, die komen zeer spontaan. Maar kennis die op bewijs en heldere argumentatie is gebaseerd, dat is hard werk om dat te verwerven. Ik kan in de rest van mijn praatje daar nog verder op ingaan. Want wat ik dus nu nog wil doen, is een aantal fundamentele punten nog bespreken. Misschien geef ik u dat graag al mee. Ik denk dat naar het onderwijs toe, dat je leerlingen op zijn minst bepaalde vuistregels kunt meegeven, die er toch ingehamerd kunnen worden, maar je moet natuurlijk uitleggen wat het belang ervan is. Zoals dat buitengewone beweringen nood hebben aan buitengewone bewijzen. Dat is zo'n klassieker uit het sceptische denken. Hè. David Hume zei dat al. Dat gaat al een heel eind terug. Buitengewone beweringen, hoe sterker uw bewering, hoe sterker uw bewijs moet zijn. Het scheermes van Occam. De meeste mensen zijn daar misschien mee vertrouwd. Dus als je meerdere verklaringen hebt voor één en hetzelfde fenomeen, is die het meest economisch is. Economisch hier in de zin van die het minst complex is en die het minst bijkomende lastige vragen oproept. Waarschijnlijk de beste. Zie je? Als je graancirkels, nu weet wat dat is, kunt begrijpen door ofwel mensen hebben dat gemaakt, grapjassen, of de aliens zijn met hun UFO geland en die hebben dat gemaakt, dan is de eerste verklaring, of hypothese, laat ik het zo noemen, de meest economische. Dus het scheermes van Occam zegt u dan, die van de aliens, dat is de minst waarschijnlijk. Ja. De vraag stellen waar de bewijslast ligt. Ik zou mij niet verwonderen dat sommigen onder jullie al het hebben meegemaakt, dat je een discussie krijgt met een leerling en die in iets gelooft en die u dan uitdaagt om te bewijzen dat het niet juist is. Ik kan geloven in telepathie of in het bestaan van het monster van Loch Ness of in aliens ook, of weet ik veel wat, het doet er niet toe, iets vrij onwaarschijnlijk. En u dan uitdaagt om te bewijzen dat die opvatting niet klopt. Maar dan moet u erop wijzen dat de bewijslast niet zozeer bij u ligt, maar bij hem of haar ligt. Het is die de straffe bewering doet, die de bewijzen moet leveren van de realiteit. En het is niet jij die de bewijzen moet leveren van de onwaarschijnlijkheid. Enfin, je mag dat doen, als je dat kan. Hè. Maar de echte bewijslast ligt natuurlijk bij degene die de bewering doet. Uitleggen hoe mensen in denkputten geraken. Het is altijd nuttig om, denk ik, om daar voorbeelden bij te betrekken. Misschien eerst onschuldige, ver van ons bed voorbeelden, om het dan gaandeweg ook op de mensen zelf toe te passen. Ik ga dat uitwerken voor de tijd die mij nog rest in twee aspecten. Eerst ga ik nog iets zeggen over hoe die intuïties werken, hoe dus onze zogenaamde natuurlijke psychologie werkt. Dus het spontane, normale denken, ga ik wat over spreken. En dan ga ik misschien nog iets zeggen over de manier waarop de moderne communicatiemiddelen daarop inwerken. Het komt eigenlijk hierop neer, communicatiemiddelen, intuïtief misschien ook, soms meer bewust,
slagen er vaak in om bij mensen op de juiste knoppen te duwen, psychologisch, om mensen sneller in zo'n denkputten te doen terechtkomen. Ik kan misschien te weinig tijd hebben voor het tweede, maar dat geeft niet, want we hebben daar ook een aparte lezing over en dat zit wel in meerdere lezingen vandaag en morgen. Maar dus, iets over ten eerste onze natuurlijke cognitie, ons intuïtieve denken en hoe ons dat tot irrationalisme brengt. Ik heb hier meerdere zaken opgelijst, ook op de volgende dia nog. Ik kan dat niet allemaal bespreken. U kan dat rustig herbekijken. Later vind je de slides en de lezing op de website van SCEP. Maar ik geef je toch een paar zaken mee. We weten ondertussen uit onderzoek dat mensen heel spontaan in feite tot fallacies of drogredenen komen. Je moet daar geen moeite voor doen. Je zult vanzelf wel fout gaan redeneren. Daar komt het eigenlijk op neer. Het beste wapen daartegen is natuurlijk inzien hoe dat werkt. Ja. Het is opvallend, nogmaals, dat dat pas recent echt grondig onderzocht wordt. Mensen als Daniel Kahneman, Amos Tversky, je doet misschien hier en daar een belletje rinkelen, dat zijn zo de mensen die dat in onze tijd, Kahneman leeft nog, voor het eerst echt grondig zijn beginnen blootleggen. Er waren wel al vroegere mensen, bijvoorbeeld Jean Piaget, kon al aantonen dat kinderen bijvoorbeeld spontaan foute redeneringen maken over elementaire aspecten van fysica bijvoorbeeld en van biologie, en ga zo maar door. Hè. Dus dat blijft natuurlijk ook waardevol, die inzichten. Veel onderzoek is de laatste jaren gedaan naar onze intuïties over ja, de doelen van de dingen, de essenties van de dingen enzovoort. Wij hebben blijkbaar een mind die ons er vanzelf toe brengt om de wereld te bekijken alsof die vol zit met doelen, met plannen, met intenties, met essenties. En dat misleidt ons spontaan. Kinderen, maar ook volwassenen nog. We zijn zeer kwetsbaar voor anekdotische informatie. Ik kom daar misschien straks nog even terug, op terug. Er is meer en meer onderzoek ook naar zelfbedrog. Hoe wij dus zonder dat we het zelf beseffen, onszelf bedriegen om ons te beschermen tegen kritiek die ons door elkaar zou slaan. Hè? Wat we dus niet graag hebben blijkbaar. Cognitieve dissonantie is een oudere theorie al die terug gaat op Festinger. Verklaart toch nog altijd, denk ik, behoorlijk wat van wat hier aan de hand is. Dus mensen houden er niet van als het in hun brein begint te rommelen. Dat is dus cognitieve dissonantie. Je hebt wanklanken cognitief. Dan moet dat opgelost worden. En dan gaan we liever dus vasthouden aan de foute oorspronkelijke opvatting dan onze mening te herzien. Ik wees er al op. Er zijn nog andere zaken. We zijn dus zeer sterk gevoelig voor wat onze eigen groep denkt. Het is moeilijk om tegen de eigen groep in te gaan en te zeggen, ja, maar die van de andere groep, die hebben eigenlijk gelijk. Zie je, enfin, ik geef een beetje met een boutade een voorbeeld. Stel je voor, u bent supporter van Gent, diehard supporter, dan is het moeilijk om toe te geven, als Gent verliest van Anderlecht, om toe te geven, ja, maar Anderlecht was gewoon veel beter. Nochtans kan dat natuurlijk de waarheid zijn. Hè? Maar het is moeilijk om dat toe te geven. Zie je? En ja, wij snappen dat als we daar naar kijken, hoe dat werkt bij supporters, maar dat werkt voor ons natuurlijk ook zo, voor allerlei anderen aan. Die immunisatiestrategieën heb ik al over gesproken. Statistische ongeletterdheid, Jean-Paul zal daar meer over zeggen, neem ik aan, maar we kunnen dus moeilijk omgaan met waarschijnlijkheden en onwaarschijnlijkheden. Ik denk dat daar allerlei zaken uit afgeleid kunnen worden. Zoals het toeval bijvoorbeeld, we krijgen daar mentaal ook moeilijk vat op. Mensen kunnen meestal niet geloven dat iets wat zich voordoet als buitengewoon spectaculair, dat simpelweg toeval is. Ik heb zo allerlei favoriete voorbeelden, zoals die dame die meespeelde met de Euro Millions en de Nationale Loto. En op een bepaald moment had ze 2 keer de 6 cijfers juist. Van beide loterijen waarop ze speelde. Maar helaas op de verkeerde briefjes. Ja, zo. Als u dat overkomt, dan gaat u zeggen, ik moet toch in een vorig leven wel iets vreemd mee spiegelen. De verleiding om daar allerlei rare verklaringen aan is zeer groot. Ik heb zo echt heel veel voorbeelden verzameld, dat is ook een beetje een afwijking, maar bon. Nog eentje gewoon. Jean-Paul zal daar waarschijnlijk meer over vertellen, over dat soort dingen. De familie Comet in Frankrijk, dit is echt gebeurd, hè. De familie heet Comet, heeft dus een paar jaar geleden een meteoriet door het dak van het huis gekregen. Ja, ja bon. Mensen gaan automatisch ook spontaan denken, ja, dat kan hier toch geen toeval zijn. Als je Comet heeft en dan valt een steen uit de hemel die op je dak, dat vernietigt je huis. Maar als je dan mensen vraagt, ja, maar wat bedoel je, dat kan geen toeval zijn. Meestal weten ze het dan niet goed meer. Of dan kun je al snel het absurdistische van de redenering aantonen. Alsof dus zo'n steen in de dampkring terechtkomt en dan denk je, ja,
opgepast, hè? Niet de Dubois, de Comets. Hè? dat slaat natuurlijk nergens op. Maar dus, onze neiging om in termen van agency, hè, dus dat heb ik, dat staat hier ergens, ja, agency, dus onze intuïties. Agency betekent dat je denkt alsof er achter de dingen die gebeuren een mentaal wezen schuilt, dat aanstuurt. Ja? Onze neiging om teleologisch te denken, alsof dus dingen met een doel gebeuren. Als je dus analyseert hoe mensen over dat soort toevallige gebeurtenissen nadenken, dan duikt dat heel spontaan op. Eigenlijk bijgeloof, wat wij bijgeloof noemen, zit daarvan verheven. Hè? En we zijn daar allemaal kwetsbaar voor. Je gaat daar niet zomaar aan ontsnappen, ook u niet. Ja? Bijvoorbeeld dat essentialistisch denken, betekent dus dat je denkt dat er bepaalde essenties in de dingen zitten die overgaan in andere dingen. Bijvoorbeeld reliquieën in de katholieke traditie, dat is zoiets, een tand van een heilige of zo. Je wil die dan aanraken, je gaat op bedevaart, alsof daar zo'n kracht in zit. De essentie van die heilige zit nog in die tand. En als jij die aanraakt, komt die essentie ook weer in jou over. Dat is een hele rare idee. Bijvoorbeeld in biotechnologie, de kritieken op biotechnologie zijn vaak door dat soort intuïtieve psychologie gedreven. Ja. Er zijn zo van die mooie voorbeeldjes die moraalpsychologen hebben blootgelegd. Bijvoorbeeld als je een jasje cadeau krijgt, ik geef jou een mooi jasje, en je bent er blij mee, het is wel tweedehands, maar het is proper gewassen, maar het blijkt dan van Dutroux te zijn. Dan gaat je dat waarschijnlijk niet meer willen aandoen. En als je dan zo denkt, ja, maar ik ben een rationeel mens, wat maakt dat uit? Of Dutroux dat nu aangaat, of gelijk wie? Ik draag dat jasje, want het staat mij goed, ik krijg er complimenten op. Dan gaan de andere mensen u een rare vinden. Ze gaan u misschien geen hand meer willen geven, ze gaan een beetje van u afwijken, zoals u zegt. Wat vind je van mijn vestje? Het is nog van Dutroux geweest. Dat komt raar over. Ja, ook. Dus dat is essentialistisch denken en u voelt voor uzelf aan dat je daar niet zomaar aan ontsnapt. Als ik soep maak of zo straks bij de lunch, en ze is echt geweldig goed, verse groenten enzovoort, maar ik moet er nog even in roeren, nu staat aan te schuiven met een kop, maar ik heb niet meteen een borstel, maar ik haal uit een vacuümverpakking een wc-borstel en ik roer er even in. U ziet mij dat doen, u weet, kan echt geen kwaad, vacuümverpakt is toch maar gewoon plastic een ding, nog niet gebruikt. Toch zullen veel mensen geen soep meer willen. Dat is omdat u irrationeel bent. Ja. Want het is niet rationeel om die soep niet op te eten. Ja, u begrijpt de logica. Dus daar kun je een lang verhaal over doen, over al die intuïtieve psychologische mechanismen die ons het kritische denken dus bemoeilijken. Ja, en het compulsieve zoeken naar patronen. Wij zijn dieren die voortdurend betekenis willen zien. En daar waar ze niet is, dat vinden wij zeer frustrerend, dan gaan we ze zelf creëren. Dat is denk ik de basis van onder meer het complotdenken en van allerlei andere zaken. Daar gaan we ook meer over horen. Dus al die factoren, begrijpt u, zijn ja, horden die het redelijke denken bemoeilijken natuurlijk. En ons in wat ik dus noem denkputten laten vallen. En ik werk dat nu een klein beetje verder uit. Zoals het spontane maken van drogredenen. Ja, dat is onder meer dat wij foute veralgemeningen maken. Je ziet 10 keer iets gebeuren, je denkt, ja, het zal altijd zo gebeuren. Dat wij valse deducties doen. Dat wij een confirmation bias doen. Dat wil zeggen, je hebt een bepaalde opvatting en dan ontwikkel je een tunnelvisie. Hè. Dan ga je alleen nog maar datgene zien of in aanmerking nemen wat uw opvatting bevestigt. Hè. Ik ga ze nu allemaal bespreken. Foute causaliteit. We zijn gelukkig sterk in het leggen van juiste verbanden. Dat maakt ons redelijk denken mogelijk, dat maakt wetenschap mogelijk. Maar de prijs die we daarvoor betalen is dat we ook vrij goed zijn in het leggen van valse verbanden. We betalen dus altijd een prijs voor de positieve eigenschappen van onze cognitie. Dat zijn ook dus, zoals ik al zei, de bronnen van bijgeloof. Het is eigenlijk heel interessant, denk ik, om in de klas bijgeloof te bestuderen. Leerlingen zijn daar, denk ik, gevoelig voor, dat interesseert hen. En dat is ook wel spannend. Hè? Bijvoorbeeld valse causaliteit. Dit is zo'n uitspraak van ja, een meneer uit het Midden-Oosten. Many women who do not dress modestly lead young men astray. Dat is misschien waar. Corrupt their chastity and spread adultery in society. Oké. Okay. Which increases earthquakes. Misschien minder oké. Okay. Maar dat is misschien een minderheidspositie, maar toch, ze bestaat. Hier bijvoorbeeld een patriarch.
die zei dat Conchita Wurst achter de overstromingen zit van de Balkan. Omdat Conchita Wurst is iets wat absoluut niet klopt in die meneer zijn wereld- of mensbeeld. En dan moet er wel een verband gelegd worden met een ramp die gebeurt. Dat is veel algemener dan u denkt. Dit zijn natuurlijk heel extreme voorbeelden voor onze tijd of vanuit onze positie. Maar historisch, ik had het daarnet over de familie Comet, wel nu. Telkens er een komeet aan de hemel verscheen, u weet, mensen zochten daar van alles in. Hè. Het is maar in de 17e, 18e eeuw dat men geleerd heeft dat er geen verband is tussen een komeet aan de ene kant en een maand later een sterfgeval in uw familie of een foute oogsten of wat dan ook. Hè. Dus valse causaliteit is iets wat ons blijft plagen. Hè. Dan denk ik dat het goed is om op basis van dit soort voorbeeldjes in een klas uit te leggen natuurlijk dat correlatie niet hetzelfde is als causatie, als een noodzakelijk verband. Hier bijvoorbeeld ziet u in het groen wat de VS spendeert aan wetenschap, ruimteonderzoek en technologie. En de rode lijn zijn de zelfdodingen in de VS door verganging en verstikking. U ziet dat die lijnen nogal verdacht goed op elkaar gelijken. Dan is de verleiding al groot om te denken dat het één verband houdt met het ander, maar u begrijpt tegelijkertijd, ja, dat kan eigenlijk niet. Hè. Er is helemaal geen verband. In elk geval geen causaal verband. Dus dit soort zaken aan jongeren uitleggen vind ik ongelooflijk belangrijk. Omdat ze dat kunnen toepassen voor de rest van hun leven op duizend en één zaken. Dat duikt bijna dagelijks op. Lees de krant, luister naar het nieuws, heb een gesprek op café. Constant treedt dat soort dingen op. Komt eigenlijk hierop neer dat je hen uitlegt dat als de zon schijnt en de rokjes worden korter. En je ziet ook dat het verkoop van ijscreempjes stijgt. Dan kun je natuurlijk gaan nadenken over wat beïnvloedt hier wat. Misschien worden de rokjes korter, waardoor de zon meer gaat schijnen. Of misschien gaan kinderen meer ijsjes eten, waardoor de zon meer gaat schijnen. Of als kinderen meer ijsjes eten, worden misschien de rokjes korter. Enzovoort. U begrijpt wat de causaliteit hier is natuurlijk. Hè? De zon begint meer te schijnen en dus worden de rokjes korter. En dus gaan we meer ijsjes eten. Maar vaak is het veel ingewikkelder dan dat, uiteraard. Hè. Maar dit soort zaken vind ik, dat is elementair om dat aan jongeren over te brengen. Hè. Het leggen van valse verbanden gebeurt bijna dwangmatig. Hè. Dus ik zei al, dat is een bron van bijgeloof. En zelfs hoogopgeleide, bijzonder verstandige mensen zijn daar kwetsbaar voor. Sterker nog, vaak komen hoogopgeleide mensen in relatief gevaarlijke situaties terecht en dan kun je voorspellen dat het bijgeloof daar net sterker optreedt. Dus hoe onzekerer een situatie, hoe krachtiger het leggen van valse verbanden. Dat is een gevaarlijke situatie natuurlijk, hè? Want dat is bijna een vraag naar rampen. En heel wat rampen zijn zo geanalyseerd en het blijkt dus dat hoogopgeleide mensen door hun intuïtieve psychologie tot valse correlaties kwamen. Hier een onschuldig voorbeeld. Ik weet niet of je dat weet, maar astronauten die naar de maan vliegen of zo, of in de ruimte gewoon een tijdje gaan doorbrengen, die hebben dus de neiging om, als ze met een bus naar de raket gevoerd worden, om eerst nog eens te plassen tegen de wielen van de bus. Dat is op zich al vrij ingewikkeld met dat pak, denk ik, en zo. Maar zij doen dat, waarom? Omdat Yuri Gagarin daar ooit mee gestart is in 1961. Niet uit bijgeloof, die mens moest gewoon plassen. Ja? En die zijn ruimtereis is goed afgelopen. En sindsdien doen alle ruimtereizigers dat. En als je hen vraagt waarom, dan zeggen ze, ja, Yuri Gagarin en dit en dat. En dan is er dan opeens, maar fijn, je bent een rocket scientist. Je gelooft daar toch niet in. Dan krijgt je antwoord, niet, maar ja, je weet toch maar nooit en kan geen kwaad. En baat het niet, dan schaadt het niet enzovoort. Hè. Dus zelfs die mensen gaan dat rationaliseren. Dus ook mensen die zichzelf niet bijgelovig vinden, gaan toch meer rituelen uitvoeren om de beangstigende werkelijkheid te gaan beheersen. Ja. En hoe meer er op het spel staat, hoe sterker dat optreedt. Zelfs wiskundigen, misschien Jean-Paul ook, ik weet het niet, ik heb het nog nooit bij u persoonlijk onderzocht, maar zelfs wiskundigen, als ze dus aan het gokken zijn bijvoorbeeld, hoe meer geld er op het spel staat, dus hoe meer geld er kan verloren of gewonnen worden, hoe langer ze gaan schudden met de dobbelsteen. Alsof die dobbelstenen dus weten, ja, oei, oei, ze schudden, het wordt serieus. En als er echt veel op het spel staat, gaan ze er ook op blazen. U doet dat ook. Maar zelfs specialisten in waarschijnlijkheidsrekening gaan er ook op blazen. En ze gaan zelfs elkaar, als de dobbelsteen niet goed vallen, gaan ze zeggen, maar fijn, had zo nonchalant niet mogen zijn. Als je dus gewoon die steen, staat 100.000 euro op het spel in het casino, je zegt, geef mij die dobbelsteen en je smijt dat daar. En het
het loopt slecht af, dan zal men nu zeggen, ja, maar je hebt niet goed gehoord. Zelfs mensen die veel beter zouden moeten weten. Dus we doen beter ons best, naar gelang er meer op het spel staat. Ziet u? Dat is zoals met dat jassen van de truwe en zo, dat is extreem irrationeel, maar wij ontsnappen daar niet zomaar aan. Ja? Dus dat essentialisme, dualisme, ja, teleologisch denken, agency thinking, ik heb daar al een beetje op gewezen, nog heel kort. Kijk, dualisme, de neiging om de mens op te delen in lichaam en geest. Is zeer sterk in de mens aanwezig. Dat is een bron voor het geloof in hiernamaals, in spoken enzovoort. Hè. Zelfs diehard atheïsten, mensen die absoluut niet geloven in een ziel of de onafhankelijkheid van de mentale wereld, dus die denken, ja nee, de geest is wat het brein doet enzovoort, er is daar niet meer aan. Kun je er toch op betrappen dat ze bijvoorbeeld als ze nadenken over hun eigen dood, dat ze dan daarover nadenken alsof ze nog in staat zullen zijn om hun eigen dood vast te stellen. Ik begrijp dat dat zeer onlogisch is natuurlijk. Als je niet gelooft in een mentaal leven na de dood, als je daar niet in gelooft, kun je niet geloven dat je zal weten dat je dood bent. Dat is onmogelijk. Enzovoort. Dat is ook een bron van geloof in telepathie en al dat soort dingen. Hè. Dus de onafhankelijkheid van geest en lichaam zit diep in ons ingebakken. Essentialistisch denken komt erop neer dat wij dus, ja, zoals ik al zei, de neiging hebben om in termen van essenties te denken. Dat werkt ook door in de biologie bijvoorbeeld. Als je aan kinderen vraagt, kijk, stel dat je een konijn kruist met een eekhoorn. Gaat dat konijn dan in de boom kunnen klimmen? De jongeren dus. Dan gaan kinderen zeggen nee. Omdat ze ervan uitgaan, de essentie van het konijn kan niet weggenomen worden door de eekhoorn. Zie je? Dus dit is grappig, omdat het als een onmogelijkheid beschouwd wordt. Konijnen kruipen niet zomaar in een boom. Dat is een vorm van essentialistisch denken in de biologie, wat het ook moeilijk maakt om evolutie te accepteren. Want het essentialistisch denken zegt dat er geen verandering is. De essentie in een soort blijft altijd dezelfde. Ik denk dat dat ook mee aan de bron ligt van weerstand tegen opnieuw biotechnologie, genetische manipulatie enzovoort. We hebben een intuïtieve weerstand tegen het door elkaar halen van essenties. Maar ja, het begrip essentie zelf in deze is natuurlijk zeer betwistbaar. Hè? Teleologisch, doelgericht denken, agency thinken. Ik gaf al voorbeelden, als de bliksem één keer uw huis treft, dan denkt u pech gehad. Twee keer, dan denkt u, ja, ik heb hier toch serieuze pech. Als dat een derde keer gebeurt, dan denkt u, ja, ze zoeken mij. Ja. En het gebeurt, he, dat mensen drie keer door de bliksem worden getroffen. Je kunt voorspellen dat dat zal gebeuren. Er zijn miljarden mensen en de bliksem slaat 10.000 keer per dag wel ergens neer, he, als het niet meer is. De kracht van persoonlijke anekdotes. Ik heb hier veel te veel uitleg, maar het komt er in essentie op neer. Dat is iets waar wij extreem moeilijk aan ontsnappen. Als u persoonlijk iets heeft ervaren, bijvoorbeeld u heeft een kwakzalvermiddeltje genomen, ik ga er even vanuit, we weten het is een kwakzalvermiddeltje, 3 dagen later voelt u zich beter, wat u ook had, u voelt zich beter, dan gaat u een causaal verband leggen. Ja. Als iemand dan met een studie uit de Lancet afkomt of zo, dubbel blind, en weet ik veel allemaal, dus krijg je geen spel tussen, en die studie leert u, of zou u moeten leren, ja, uw middeltje kan niet werken, dus u bent misschien wel genezen, maar niet door dat middeltje, dan gaan 9 op de 10 mensen dat toch niet accepteren. En de slimste mensen gaan dan niet zeggen, ja, maar de wetenschap weet ook niet alles, en dat zit in een ander paradigma, of hoe is dat statistisch uitgevoerd, enzovoort. Dus ze gaan al die dingen in vraag gaan stellen, om toch maar te kunnen vasthouden aan hun persoonlijke, anekdotische ervaring. Dat is buitengewoon irrationeel. Maar waarom dat zo is, ja, moet u ook tot u laten doordringen. Zelfbedrog, nog zo'n aspect, dat is goed bestudeerd de laatste jaren ook. 94% van de professoren denkt dat ze beter in hun job zijn dan hun collega's. U moet geen wiskundig genie zijn om te snappen dat daar ergens iets niet klopt. 25% van de studenten denkt dat ze bij de 1% besten zijn met betrekking tot het goed kunnen opschieten met anderen. Vaak heb je nog wat voorbeelden. De meerderheid van mensen denkt dat ze minder vooroordelen heeft dan de meerderheid. 84% van de medici denkt dat hun collega's beïnvloed worden door geschenken van de farmaceutische industrie. Slechts 18% denkt dat zij zelf daar ook door beïnvloed worden. 70% van de universitair afgestudeerden denkt dat hun leidinggevende capaciteiten beter dan gemiddeld zijn. 2% denkt dat ze onder het gemiddelde zijn. Ja. Bon. In-groep, out-groep.
een bijzonder sterke sociaal-psychologische factor dus. We zijn groepsdieren, we zijn wezens die heel sterk proberen om de neuzen in dezelfde richting te hebben. Het is zeer moeilijk om tegen de stroom in te gaan. Je maakt je daar onsympathiek mee. Je riskeert, ik denk dat dat een evolutionaire verklaring is, je riskeert vanuit de groep gegooid te worden. En uit de groep gegooid worden is extreem nadelig. Toch evolutionair gesproken. Dus we gaan makkelijker mee met foute opvattingen die dominant in de groep aanwezig zijn, dan dat we tegen de groep zouden ingaan. Laat staan dat we zouden zeggen, ja meneer, die andere groep daar, eigenlijk hebben die gelijk. Uw redenering zal, de redenering zal niet zeggen, ah interessant, dan nemen we dat over. De redenering zal eerder zijn, well, ga dan bij die groep heen. U snapt de argumentatie hier. Hè. Dus immunisatie, slimme mensen extra kwetsbaar, ik wees er al op. We zijn goed in het construeren van een verdedigingsgordel tegen kritische argumentatie. Ja. En pseudowetenschappen hebben vaak als kenmerk, de goede pseudowetenschappen, bij wijze van spreken, de goede, die dus heel slim in elkaar zitten, die hebben dat in zichzelf intrinsiek ingebakken. Complottheorieën bijvoorbeeld ontwikkelen vaak de logica tussen aanhalingstekens, dat als je geen bewijzen vindt, dat dat aantoont hoe sterk het complot wel in elkaar zit. Want de complotteerders zijn zo sterk dat ze alle bewijzen hebben kunnen vernietigen. Dus de afwezigheid van bewijs wordt bewijs van het complot. Snapt u? In de Freudiaanse psychoanalyse bijvoorbeeld, als Freud heeft daar uitvoerig over geschreven, als je als analyticus weerstand vindt bij je patiënt, zal ik het nu maar noemen, als die patiënt zegt, maar je bent hier totale onzin aan het verkopen, ik wil ik helemaal niet mijn moeder dit en dat en die droom is helemaal iets anders enzovoort, dan legt Freud uit, dat betekent dat je op de goede weg zit. Ja? Als die weerstand er niet komt, zit je ook op de goede weg. Ja, dat is hoe pseudowetenschappen in elkaar zitten. Hè. Goed, ik heb dan nog iets over hoe de media dus op de juiste knoppen kunnen duwen om ons sneller nog in die putten te doen vallen. Maar ik begrijp, men doet mij daar teken, dat mijn tijd bijna op is, dus nog een paar minuutjes. Dus ik ga dat niet verder uitwerken, dat komt sowieso nog in andere lezingen aan bod. Maar misschien toch heel kort, het komt hierop neer. Dus ik denk, overtuigende vormen van irrationalisme spelen dus in op al die psychologische factoren die ik heb besproken. Dus als je iets naar voren kunt brengen dat appelleert aan onze intuïties, aan wat men noemt de natuurlijke psychologie, dan gaan mensen daar veel makkelijker voor vallen. Zie je, het zijn de contra-intuïtieve opvattingen die natuurlijk het moeilijkst zijn om te doorgronden. Enfin, toch één voorbeeldje. Het internet is vergeven van dit soort hoaxes. Het is op zich wat plezant. Er zijn natuurlijk veel minder plezante hoaxes of zelfs ronduit gevaarlijke hoaxes. Een hoax is dus een grap, hè? Iemand die dat heeft geconstrueerd voor de lol met Photoshop. Dit is een soort octopus die nogal gigantisch is, zoals u ziet. Hè? Dit is zijn oog, tentakels. Dit hier zijn mensen, dus u ziet dat ding is reusachtig. Dat is dus zeker niet juist. Ik bedoel, zo'n beest bestaat niet. Dat is onmogelijk, dat is een grap, dat is een hoax. Alleen al het feit dat u daar niks heeft over gehoord, dat de wetenschappelijke wereld niet op haar kop stond, ja, geeft dat toch al een beetje mee dat dit niet kan kloppen. Want de biologen, zeker de marinebiologen, zouden daar nogal spel van maken. We zouden dat op het nieuws gezien hebben. Hè? Moest zoiets waar zijn? Dat zijn zo'n paar zaken toch waar je kunt rekening mee houden. Niettemin is dit dus wijd en zijd verspreid geraakt. Nee, ik hou mij daar soms mee bezig om een beetje op te zoeken hoe ver gaat dat en zo. Dat via Facebook en noem maar op, dat gaat natuurlijk bliksemsnel. Dus heel veel mensen lopen daarin, er zijn persagentschappen die dat hebben overgenomen. Wat is het geniale of het goede aan dit soort hoax? Het goede daaraan is natuurlijk, ik heb het hier een klein beetje opgelijst, het speelt in op ons psychologisch verwachtingspatroon. Want er was een verhaaltje bij dat beest uit de wateren van de Japanse zeeën kwam. Er is een kernramp gebeurd, Fukushima. U weet allemaal uit science fiction films en zo, denk aan Godzilla, die film. En andere zaken natuurlijk. Bij kernrampen, je krijgt ja, risico's op mutaties, genetische mutaties, dan krijg je freaks. Kan er van alles gebeuren. De diepzee zit misschien nog vol geheimen. We weten dat er zeer grote octopussen bestaan. Je hebt allemaal zo'n verhaal gehoord van een of andere walvis en die had nog de sporen van een gevecht met een reusachtige octopus enzovoort. De mensen die vroeger de strips van de Rode Ridder lazen, dat ging daar altijd over de kraken. Kent je dat nog? De kraken. En die sleurden boten mee, de diepzee in.
In de mythologie zit het vol met verhalen over diepzeemonsters enzovoort. Hè. Dus het speelt in op ons verwachtingsspel. Het is niet onmogelijk. Maar het is toch niet juist. Dus dit soort zaken kun je heel makkelijk als zoete koek verspreid krijgen. Het zou interessant zijn ook als oefening met de leerlingen om hen eens zo'n hoax te laten uitvinden. En dan ga je zien, sommigen, intuïtief misschien, ironisch genoeg, zijn daar goed in. Het zijn mensen die goed zijn in het later in het maken van propaganda en zo. En anderen zijn daar minder goed in. Bijvoorbeeld, wat dit beest dus niet doet, wat er niet in het verhaal staat, is bijvoorbeeld, ja, dat spoelde aan op de kust van Californië, kwam uit de Japanse zee enzovoort, en het bleek ook nog Engels te kunnen spreken. Dat zou een blunder zijn. Dat is erover. Nee, dus je moet weten waar uw grenzen liggen. Ja? Goed, mijn tijd is op. Ik ga het hierbij laten. Er zijn nog 2 minuten voor vragen.